Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations, alweer aflevering 31. De tijd start nu! Wat jullie misschien wel hebben gemerkt is dat de afgelopen drie afleveringen het geluid niet helemaal goed was, omdat zowel Sander als ik iets in de geluidinstellingen niet helemaal oké hebben gedaan. Geef mij maar weer de schuld! Nee. De grootste schuld was van mij, eerlijk is eerlijk, maar... Die van jou was het meer dat je jouw gamegeluid nog kon horen. Ja, ja, snap ik. Dus bij de vorige aflevering, zeg maar, heb ik gewoon jouw gamegeluid als achtergrondgeluid gebruikt, zeg maar. Ja. Als goed, ja, als er bij jou iets fout gaat, zit ik te denken. Ik heb nu zo ingesteld dat jij en de game audio op eentje staan, dat, zeg maar. Maar dat staat hier niet bij mij. Waar. Bij mijn stemmetje, met prachtige stem. Ja. Dat is prachtig. Wat? Prachtig. Nee, niet tegen jou. Oh. Wasing, niet tegen jou. Oké, vooruiting. Hoe werkt deze gaming ook weer? SB1. Oh, dit is. Nee, dit is geen. Oh! Ah, zo werkt die. Nou, ik heb wel moeten doodgaan om dat te experiencen. Zo'n experience sharing, dat dan weer net niet. Flauw grapje. Een heel flauw grapje. Ning. Oh, je bent zo goed in Engels, hè. Echt waar. Oh! Ik heb Engels uitgevonden. Was dat niet Charles? Wie? Charles? Wie is Charles? Weet ik het, ik noem gewoon een random een naam die best Engels klinkt. Oké. Okay. Wie the fuck is Charles? Wie de fuck, ja, dat is van die Charles? Darwin, van die evolutioning theorying. Oh. Is it just a theory? An evolution theory? Wat slecht. Oh, zo ga ik sowieso de file noemen. Wat vond je van de laatste file? Hoe heet die ook alweer? Want ik heb het niet gebruikt. Oh. Nou. Ook niet gelezen of zo? Dat je dacht, haha. Vast wel misschien, maar het is me niet bijgebleven. Hij hoorde grappig te zijn. Hoe heb je hem genoemd? Ja, dat weet ik niet meer precies. Oh, dan was het dus ook niet grappig. Ja. Ik ga het zo kijken. Even kijken. Waar word ik door geraakt, staat er. Oh, dan was het een andere. Jij bent er klaar mee. Oh ja. Ja. Die bedoelde ik. Ik heb die laatste, goed. De laatste aflevering van je moet naar de Tarzan. Tarzan? Ja, jij zegt op een gegeven moment, je moet naar de Tarzan. Snap je nou wat ik bedoel? Want dan moet ik naar zo'n Diaan. Oh jezus, waarom vind ik mezelf zo grappig? Ik vind mezelf zielig dat ik mezelf zo grappig vind. Aan de andere kant is er tenminste nog iemand die mezelf grappig vindt. Precies. Dus je moet het soms gewoon ook een beetje positief in bekijken. Dat klopt. Yo, hoe doe je dit met die bullet buildings? Hé, hey, die ben ik ook aan het doen. Woyo? Zijn we zo soul-linked toevallig in? Oh, je moet deze guys hebben. Wat? Rot toch op, joh. Nee, doe maar niet, want ik heb jullie wel nodig en zo. Voor dit dingetje. Welke orde was eigenlijk inderdaad? Oh, wacht. Dit is niet goed. Nee. Meen je dit? Zit ik nu vast? Oh, nee. Hoe dan? Hoe werkt dat? Ik met ben nu alweer dood. Oh, ik heb ook nou maar één leven. Zander. Ben ik weer helemaal hier? Godverdomme. Nee, luister maar niet naar wat ik zeg. Alleen maar rage. Dat is het enige wat je kan, of niet, Zander? Alleen maar rage. Nee, maar dit staat echt nergens op. Oké. Als je ziet wat er gebeurt, het is echt bullshit. Elke keer zaten die bullet bills zo van... Bij die ding, zeg maar. Bij dat gaas. En dan...
dan ging ik springen om ze te ontwijken. En dan deden ze toch niet dat gaas kapot maken. Dat is wel keuring. Ja, nu moet ik het hele leveltje opnieuw doen. Very sad. En ik heb nog maar één leven. Oh, moet ik dit ook opnieuw zien? Nou, Milan, je hebt alweer 2 sterren voorsprong gekregen. Zoals het hoort. Maar goed, wat wou je zeggen? Heb je nog Pixel Moaning gespeeld, ding? Nee. Ik ben trots op je. Wow, haat? Nee, ik ben oprecht trots op je. Je haat naar Pixel Moaning. Niet naar Pixel Moaning, maar wel naar de servering die nu alweer dood is, na 1 seconde. Hoezo? Nee, dus maak maar een rapje. Nee, nu wil ik ook weten. Hoezo, Ing? Ik maak gewoon maar een rapje, Ing, Sandering. Oh, dat is niet. Dat is, wow. Hoe durf je de auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk woedend. Yo, je steelt toch ook geen auto? Ja. Je downloadt ook geen... Je downloadt ook geen films. Als je geen auto stilt, mag je ook geen films downloaden. Kabooming. I solved. Internet piracying. Pirating. Sander, weet je, deze is op zoveel levels grappig. Want ik had exact hierover, had ik het in de nieuwe aflevering. Of nou ja, in de laatste aflevering die we hebben opgenomen voor de Subpar Guys. Ja. Had exact hierover. Over dat filmpje. En heel veel van hun kenden het niet. Volgens mij, oh jawel, nee, alleen Nando kende het niet. Maar ik moest, ik had het daar precies over. Hoe ken je dat filmpje niet? Zo van, ja, niemand stilt een computer, niemand stilt een auto. En het was ook zo ziek geëdit voor niks. Het was volgens mij, you don't download a car. Hij zit toch ook in die serie van, met Game Boy Luke en zo, die 2-2. Dan heeft Patters daar toch ook over en lachen ze hem toch helemaal uit. Oh, weet ik niet. Die heb ik nog niet gevolgd. Nou, dat is de beste een oude. Of een oude. Is geen oude, maar dat is die ene die al afgerond is, zeg maar. Ah. Oh, dan misschien wel, maar dan ben ik het vergeten. Yo, tweede landje. Kapotting. Ik ga hem kapotting. Ik wil de game wel saving. Ik niet. Dat scheelt tijd. Ik hoop dat je dan... Oh, ik moet eerst nog helemaal... Ja. Oh ja, laat ik wel saven trouwens. Want ik had nog maar 1 leven, denk ik net. Dat bedoel ik in. Oh, Myland zonder jou. Hadden we yo, ik weet hoe fucking Mario Galaxy werkt, gast. Je hoeft het me niet helemaal uit te leggen. Hier verlies ik zoveel tijd mee. Save the game? Ja, doe maar. Doomerang. Ik maakte altijd zo'n grapje in de... Hoe heet het? In de Professor Layton. Nee, ik wil niet met je praten. Sorry. Maar je bent wel lief en zo, maar niet nu. Nee, maar ik maakte altijd zo'n grapje in... omdat ik altijd met save states werkte. Met Professor Layton. Dan vragen ze ook naar elk hoofdstuk of je op wil slaan, ja. Ja. En wat was het grapje zo dan? Van, nee, dat doe ik niet. Ik bepaal zelf al wanneer ik hem opsla. Ja, dat was het grapje. En dan noemde ik hem... Oh, ja, de eerste keer noemde ik hem Galaxy. Rebel. Ik ben rebels. Ik zit nu in een kut Galaxy. Space Junk? Ja. Is die zo kut? Niet dat die moeilijk is, maar hij is gewoon niet leuk. Met elke keer die blauwe dingen vastpakken, dat is gewoon kut. Oh. Pool Star Path, die. Ja. Oh, daar ben ik goed in. Nee, ga je wel. Dat is niet waar. Probeer je bang te maken, toch een level okay. Waar je wel goed in bent. Kabooming. Welkom bij deze solo-serie. Van mij die Mario speelde alleen. Ja, vroeger deden we het met een gecancelde YouTuber. Oh ja, tuurlijk. Maar hey, weet je, sommige moet je ook gewoon cancelen. En die zijn terecht gecanceld. Weet je dat cancelen gewoon jaloezie is? Nee. Volgens mij niet. Nee. Oh, spel. Yo. Ik heb zo'n bit. Zo'n
Starbit. Je bent zelf een bit. Oké, ik maak alleen maar grapjes en jij wordt toch meteen weer boos. Jongen, hoorde je mij niet lachen? Nee, dat klopt. Omdat die nee, niet je lacht was. Ook niet. Maar... Nee, je hebt gewoon geen gevoel voor humor, Hing. Ik wil, Hing, de camera beweging. Maar dat mag ik niet, Hing. Waarom wil je de camera beweging? Omdat het makkelijker is. En in Super Mario Sunshine... Nu snap ik hoe je hem bedoelt. Kan dat ook altijd, maar... Ik dacht dat je webcam wel beweging. Ja, sowieso wil je je camera bewegen. Nou ja, kan ik ook wel doen. Maar volgens mij zien jullie me gewoon. En zo niet, dan heb je de beperking. Nee, dan hebben ze geluk in. Ja. Grapje, Sander. Niet boos worden. Yo, coining! Heel ziek, Hing. Oh nee, wacht, die zit niet in deze game. Nope. Yo! Hey Mario, als je nou even zo doet, ja, dan zie ik ook wat ik doe. Gravity, you were my gravity. Jee, graviteit. Ja, jij kent dat liedje niet, want jij haat op hun. Dat is helemaal... Ik vind het zo leuk om dat te zeggen. Ja, hé, hey, je hebt het zelf gedaan, hè? Dat moet je zeggen. Yo. Ja, yo, Mario, yo, je mag ook wel gewoon zo doen, zo van, yo, ik weet het. Ik moet loslaten. Oh, volgens mij moet je hier al die guys eruit doen. Oh, al die guys. Ja, die toadings. Of moet je die Goomba doodmaken, dat weet ik. Vastbijten. Yo, Yorkerding. Nee, je moet gewoon de toad doen. Oh, daar is zo'n captaining. Captaining, toading. Dat is wel ziek. Moet ik tegen hem praten? Ik weet niet hoe. Oh, zo. Weet je niet hoe je moet praten, Sandering? Nou, ik dacht dus op A, maar toen ging hij steeds springen. Dus toen dacht ik, nou, dan moet het niet met A. Maar je hoeft sowieso niet tegen hem te praten. Ik moet nu van die zilveren starretjes verslaan. Of pakken. Pakken. Niet verslaan, Hing. Weet je dat ik hier vet slecht in was vroeger? In dit leveltje? Weet je waarom? Omdat ik ongeduldig was. En dan ging ik te snel lopen en dan... Niet voorzichtig genoeg, waardoor ik dan... Nou, met Mario kan dat wel, maar... wist je dat je als je alle 120... Oh, dit is een leuke level. Weet je dat als je alle 120 sterren hebt, dat je dan... Luigi vrij speelt en dat je dan alles met Luigi moet doen? Nee. Oh, nou, dat is bij Mario Galaxy. Als je hem 120 sterren uitspeelt, krijg je Luigi en dan moet je alles met Luigi doen. En dan krijg je, als je die hebt gehaald met Luigi weer 120 sterren, krijg je een 121ste ster. Of in ieder geval een extra level. Wow, dat is wel ziek. Ja, maar dat is je krijgt toch level ook... is alleen leem. Maar, ik ben nog niet klaar met mijn verhaal. Als je Luigi krijgt en je doet dat level, dan is het level echt een stuk kutter. Want weet je wat je dan moet doen? Op tijd? Nee, Luigi die glijdt. Dat is zo'n glider. Ja. Yep. Dat is wel ziek. Nee, ja. Pam, 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 pam. Ik heb een ster. De 10e om precies te zijn. Oh, nice. Je hebt er waarschijnlijk al 11. Ja. Ik doe nu een leveltje die ik altijd moet doen voor Justin. Maar heb jij dan Flipflop Galaxy niet gedaan? Flipflop Galaxy? Of heb je die ook gedaan, terwijl ik... Die heb ik ook gedaan. Toen straks. Ja, dat is kut. Begin van deze aflevering. Daar loop ik achter. Ja, ik was ook te lang bezig met die Bowser level. Daar heb ik echt tijd verpest. Maar hey, I just met you in the crazy. Die grap maak ik altijd. Die grap. Hi, maybe. Die grap maak jij ook altijd, is ook niet grappig meer. Nee. Ik ben Sander, maar ik ben salty. Ik ben helemaal niet salty, ik ben fucking happy. Happy.
happy. Dat liedje mag je zingen. Als je een ander happy liedje zong, dan werd ik boos. Waarom? Wat is er mis met het liedje van Pharrell Williams? Vind jij dat een mooi liedje? Nee. Nou, maar het is geen slecht liedje. Hij is alleen overplayed. Maar het is wel gewoon een oké liedje. Vreselijk nummer. Ja, je bent zelf een vreselijk nummer. Like why can't the girls are vreselijk. Hier. En dan, nee, ik haat niet op zo. Nee, ik vind het hartstikke, ik vind het hartstikke cool en zo hoor. Nee, ik ken trouwens overigens maar één liedje van Against the Current en dat vind ik gewoon een leuk liedje. Welke is het? Roses. Nee, die is dan. Jump and Spin. Ik denk jij bent goud, ik denk jij geeft me zo'n sterretje. Nee, natuurlijk niet, ding. Alleen ja, echte winnaars krijgen een gouden. Sterry. Alweer een winnaar. Mij niet gezien. Dat klopt. Oh, dat was Tom. Dat was Storming. Oh, dat was ook Storm. Lekker bezig, Soundering. Ja, ik kan het nu elke keer zeggen als ik iets doms doe, maar dan... Dan wordt het een hele irritante aflevering. Volgens mij hoeft dit trouwens helemaal niet. Volgens mij kan ik gewoon meteen naar die Kamieking gooien. Kamieking? Ja, dat is een Engels. Dus wanneer is Kamek een Kamieking? Hey, Kamek. Dat is de Engelse benaming. Kan ik ook niks aan doen. Sander, volgens mij heb ik weer een soort inhaalslag gemaakt. Ja, nou. Jij doet mee gewoon voor Spectrum Bomber, toch? Ja. En misschien komt er straks wel een level die ik gewoon niet kan. En dat jij gewoon al die sterren weer terugverdient, ding. Nou, dat deed niks. Zit ik hier nou voor niks te doen? Oké. Be waiting. What are you waiting for? Dat is... Wow, yo, geheime tunneling. Ik ben hier nog nooit geweest voor mijn gevoel. Geheime tunnel. Door de bergen. Inderdaad. Door de berging. Haha. Ik ga straks nog eventjes Expeditie Robinson terugkijken, denk ik. Vanavond. Oh. Ik moet Hunted en Expeditie Robinson nog terugkijken. Hunted heb ik gisteravond teruggekeken. Ja. Gisteravond was je toen niet aan de Pixelmon heen. Daarvoor. Ah. Oké, dat werkt dus niet. Even kijken. Oh ja, oké. Dit doet ze. Oeh, ik moet tegen een grote boss, mevrouw. Wat, de K-Mac? Boss? Ja. Huh, maar daar moet ik nu tegen. Ja. Hoe kan dat? Omdat ik inhaalslugging doe. Nee, maar ik moet tegen dezelfde boss. Ja, dat kan, maar ik heb een paar levels meer gedaan dan jij, hè? Ja, oké. Okay. Ik heb de Manta race gedaan. Ja. Ik heb de golfbal race gedaan. Ja, die unlock je als je zoveel sterren hebt. Ik weet niet. Ik denk dat jij die na dit level unlockt. Ah. Oh, maar dat is echt heel balen dat ik dan dat eens oversla. Ja, daar kies je zelf in voor, Rings and Ring. Oké, nu wordt het gevaarlijk, ja. Boys. Easy win, boys. Easy winning. Heb jij hem al verslagen? Ja, zeker één. Dat is wel goed, één. Van je. Oh, die miste. Nog 5,5 minuut. Kan ik mooi nog een leveltje doen, één. Oh, zo word ik nou weer naar Rosalina geteleporteerd. Ik wilde niet per se de K-Mac.
vermoorden. Maar oké. Okay. Normaal word je hier toch helemaal niet Rosalina Oh, ze gaat zeggen... Oh, dat is een prankster comment. Ja, maar die ga ik niet doen. Die comment, die hoef je niet eens te doen. Dus waarom zou je die dan doen? Toch? Of ga jij ze wel leuk? Doen? Ja, voor de leuk. Maar ik wil wel, ja, maar er zijn ook best wel makkelijke comments, hè? Dat weet ik. Maar ja, daar komt wel een andere keer in. Ik weet ook niet wat de prankster doet. Ja, maar die tijd bijvoorbeeld, als je denkt dat je dat kunt redden, is dat eigenlijk haast alleen maar gunstiger. Want dat is gewoon speedrun en dan... Ja, dat is gunstiger dan een ander leveltje, waarschijnlijk. Oké. Oh ja. Die golfbal ben ik ook wel slecht in. Ik denk dat ik die ook niet ga doen. Misschien moet ik ze uiteindelijk toch alle twee doen. En dan baal ik, maar dat boeit even niet. Je kan het, Sandring. Ik geloof in jou, Wing. Ik niet. Nou, daar begint het dus al. En jij vindt het maar raar dat je achter staat. Als je gewoon in jezelf had geloofd, had er niks aan de hand geweest. Nou, ik geloofde in mezelf totdat ik achter stond. Nielsen zegt, geloof in jezelf. En dat zegt niet duurt te lang. Ja, maar... Dat vind ik trouwens ook een hele leuke TikTok. Als je het over Nielsen hebt, dan... Daar word ik een beetje ijskoud van, weet je. Ja, snap ik. Nielsen heeft zelf een hele leuke TikTok. Die moet ik zo naar je sturen voordat we de volgende aflevering beginnen. Oké, nou, doe maar. Oh, dat kon ik heel erg agressief. Oké, nou, doe maar. Dat is ook een artiestachtig. Doe maar, ja, dat klopt. Die maakt echt hele goede muziek. Doe maar maakt hele goede muziek. Ik ken niet zoveel van... Ja, als ik het hoor, dan ken ik de nummers waarschijnlijk wel. Maar ik zou niet zo'n nummers kunnen noemen, zeg maar. Dat oh, ik heel veel. Ik denk dat ik er zeker... Nou, als ik mijn best doe, 20, maar ik denk dat ik er zeker 10 kan doen. Zo uit het niets, hè? Ja, zo uit het niets. Dat is wel... Dat is wel ja, dat is wel... Maar zijn er liedjes? Want Sander, je kent mijn muzieksmaak ook wel een beetje, volgens mij... hebben we daar best wel veel in gemeen. Want jij vindt dingen leuk, hè? Zei je, Against the Current. Nou, dat is een beetje punk-pop, toch? Ja. Yeah. Ja, nou, dat is mijn muziek ook een beetje. Wat zijn dan leuke nummers van Against the Current die ik moet horen? Ja, dat ligt heel... Ja, dat vind ik lastig. Ik ben zelf... Mijn favoriete nummer is Weapon. At the moment. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat voor sommige mensen dat iets te hard gaat. En waarbij is het te vergelijken? Met welke, wat voor soort nummer? Ken je Weightless van All Time Low? Dat vind ik ook echt een vet nummer. Nee, zeg maar niks. Ik ken All Time Low wel, maar... Weightless, dat vind ik een heel nice nummer. Is er nog? Ja, er zijn nog wel meer van dat soort nummers die ik vet vind. Ook met eerst die dood van afschieten, ja. Oké. Okay. Oh, nee! Mario, dat was niet de bedoeling. Ja, ik vind het lastig, want... Om het meteen met iets anders te vergelijken. Maar, ja... Even kijken, luister je ook een beetje Panic at the Disco? Dat vind ik ook wel heel nice namelijk. Ik ken een paar nummers, maar ook eigenlijk valt dat wel mee. Oké. Nou, laat ik het zo zeggen, als je Linkin Park ja, zeg maar hebt... Ja, daar luister ik niet echt naar, ja? Nee. Nou, ik denk dat dat wel iets harder gaat dan Weapon. Maar okay. Ik ga Weapon wel een keertje luisteren. Misschien vind ik het ook wel over. Daarnaast vind ik Dead Want Savers. Die is dan wel weer niet heel hard meteen. Maar wel ja? ook iets. Ga verder met je zin. Zeg maar, Roses is best wel een rustig nummer. Al zitten daar echt wel hele lekkere gitaarsolo's in. Oh, prachtig.
Nee, daar word ik wel vrolijk van. Oh, daar is je weer. Wat? Je was Gonzo. Was Sander. Ik weg? Ja. Oh, ik zat net te zeggen zo van ja, Rose is in principe best wel een rustig nummer van hun in vergelijking met de anderen. Alleen er zit oh, best de wel tijd is op. Oké. Okay. Alleen, ja, de gitaar, ja, is op zich, vind ik gewoon prachtig. Dus daarom staat hij heel hoog. Oké. Okay. Roses heb ik ook in mijn afspeellijst staan. En wat ik ook nog... Hé, hey, Mario, doe even normaal. Dank je. Hé, hey, dat wou ik helemaal niet. Je moet wel doen wat ik zeg, Mario. Echt hoor. Oké, okay, dank je. Kijk, zo inderdaad. Ja, zo een beetje. Nee, wat ik ook wel mooi vind is Lullaby. Oké. Okay. En misschien een van de oudere nummers wat je wel mooi kan vinden. Ja, dat... ja, ze hebben ook een heleboel goede oude nummers. Ik zit eventjes te bedenken welke is het best. Wastelands is ook wel heel goed. Dat vinden ook wel heel veel mensen die Against Current luisteren een heel goed nummer. Dus stuur mij binnenkort, het hoeft niet nu, maar binnenkort, maar wordt het een aantal van hun nummers. Dan denk ik van, misschien vind je die wel leuk. En dan doe ik dat ook wel met een paar nummers. Ik heb wel een top 10 playlist van Against Current. Mijn top 10. Die kan ik je wel sturen. Dat is easy. Die heb ik toch. Easy win. Ja, die heb ik toch. Dus... Goed, ik ben klaar. Ik ben dood. Oh. Maar ik maar weet je het nog niet. Wel een level? Ja, ik denk dus dat we gewoon weer in het level gaan. Ja. Dat is Gucci. Dan moet ik wel dit hele stuk weer opnieuw doen. Oké. Okay. Ik heb echt nog nooit zoveel moeite gehad met die spin volgens mij. Maar nu wil het niet lukken. Wil het niet lukken, Xandering? Nee, ik snap het ook niet, maar... Ach ja, ik loop toch al achter. Je kan het, Sander. Ja, ja. Eens even kijken. Oh ja. Kaboomy! Oh, ja, oh wel. Oké, okay, ik dacht even dat ik het lang zou gaan. Ja. Ja, ben je klaar dan, Sandring? Nee, oh, zo oh. Erg. Kaboomy nou ook nog weer niet. Oh, ik moet die hele spinboss nog weer doen. Ah, oké, dat duurt nog even dus. Alleen, als je die planet hebt, zeg maar. Ik dacht eventjes dat ik daar langs ging. Mezelf er langs gooide als het ja, oké. Okay. Oh, zo, ja, ja. En toen had ik hem wel, dus toen zei ik Kaboomy. Dit bedoel ik. Ik snap echt niet hoe ik het zo erg verneuk dit keer. Oké. Okay. Ho. Oh, dat gaat helemaal niet goed. Oh. Ik ben ondertussen heel even voor Sandering. Oh, je hebt een video gedeeld? Oh ja, dat hij die Raikou in gaat kleuren. Ja, die volg ik. Die ja, die vond ik echt vet. Maar weet je wat diegene ook doet? Pokémon kaarten? Pokémon kaarten. Ja, dat had ik gezien. Vet. Daarom heb ik hem gevolgd. Mm-hmm. Oh, en dat was dom, heen. Nee, dat... Was al dom, heen. Nee, viel mee. Kijk, goed, het, ik ga die ene beetje, het gaat nu gewoon goed. Ho. Ging het goed? Ah, valt op. Twijfelen. Nee. Goed is relativing. Ja. Ja, dat is wel waar. Nou, ik moet die... Kibuming. Moet die... Ah, volgens mij... Ik heb hem van achter gepakt. Nu nog 3 keer van achter pakken en dan... Of van op zijn kop pakken eigenlijk, hè. Hoe snel? Want hij deed helemaal zo'n shaking. Dat betekent dat hij bijna opstaat, volgens mij. Oké, ik heb hem gevonden, die TikTok. Ik heb hem naar je gestuurd, dan moet je zo meteen tussendoor maar even kijken. Ja. Mario is hier aan het chillen op de grond, ding. Nou, niet voor lang. Want ik doe zo'n sterretje packen. Correctie. Ik doe zo'n sterretje packing. Kijk. Kijk. Lekker weer. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Goeie guy.
Wat? Ik zei, best een goede guy. Hij is zo'n goede guy. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Super Mario Generations. Tot de volgende aflevering. Adios, amigos.